Kijk, hier heb ik er twee. En als je ze zo ziet, dan weet je niet zeker of het een trechterzwam of een melkzwam is. Dus om dat te weten te komen, moet je een heel klein krasje aan de onderkant maken. En hier zie je dat er melk uitkomt. Dus dit is een melkzwam. En zijn die dan giftig? Die zijn ongenietbaar. U mag het proberen, maar ze zijn ongelooflijk scherp als peper. Dus liever niet? Liever niet. Maar mocht dit nou een trechterzwam zijn, dus als die niet melkt, is het risico op een vergiftiging heel groot. Kijk, hier is nog zo'n mooie jongen. Ja, heel veel mensen plukken die paddenstoelen en eten ze soms ook op en worden daar dan ook ziek van. Ja. Waar moet je nou precies op letten? Ik zou willen adviseren mensen die dus helemaal niets van paddenstoelen afweten en toch graag paddenstoelen willen eten, mijd alle paddenstoelen met witte lamellen. Lamellen zijn die plaatjes die onder de hoed hangen en die als het ware als spaken van een wiel om de steel heen zitten. Als die wit zijn, is het risico op vergiftiging enorm groot. Ja, je kan ook echt heel erg ziek worden, hè, van paddenstoelen die hier gewoon in de natuur groeien. Van de groene knolamaniet kan je zelfs zo ziek worden dat er voor je leven gevreesd kan worden. Dus onderschat het niet? Onderschat het niet. Als ik excursies heb met kinderen, probeer ik ze altijd eerst uit te leggen wat de groene knolamaniet is, hoe die eruit ziet en wat de risico's ervan zijn. Er zijn deze herfst al tientallen mensen ziek geworden van het eten van paddenstoelen. Wat zijn dan de symptomen die je kunt krijgen als je ziek wordt? Het grote gevaar van de groene knolamaniet is dat je na het eten helemaal niets merkt. Pas tussen de 10 en de 12 uur later ga je je heel erg ziek voelen. Je wordt misselijk, je krijgt hoofdpijn, buikpijn, diarree en dan is het eigenlijk al te laat. Ja. Bij alle andere paddenstoelen krijg je bijna meteen binnen een half uur tot een uur krijg je allerlei klachten van me niet lekker voelen, slap. Als je de vliegenzwam gegeten hebt, dan krijg je het idee dat je een beetje hallucineert. Maar je gaat je heel onprettig voelen. Wat moet je doen als je denkt dat je een verkeerde paddenstoel hebt gegeten? Als je al zover bent dat je denkt dat het met de paddenstoel te maken heeft, met het eten van paddenstoelen, ga onmiddellijk naar de dokter en maak heel erg duidelijk welke paddenstoelen je gegeten hebt. Nou, hier gaat het dus om. Dit is een van de meest giftige, daar wordt ook wel van gezegd, het is een dodelijk giftige groene knolamaniet. Je ziet de bovenkant is nog een beetje groen. Hij kan dus lichter worden, hij kan ook groener zijn. De knol zit nu nog in de grond. Maar kijk dus goed naar de knol. Als die een knol heeft, kom absoluut niet aan deze paddenstoel. Eet hem niet op.